De nabestaanden hebben aangevoerd dat ze de rechters partijdig vonden, onder andere omdat stiefmoeder en stiefzus geen spreekrecht kregen. Daarvan heeft de wraakingskamer gezegd: ja, je kan het niet eens zijn met de beslissing van de rechtbank, maar daar ben je, ben je nog niet partijdig. Dus vandaar dat de wraakings uh, is afgewezen. En ook waren de nabestaanden het niet eens met hun positie in de zittingszaal. En daarvan heeft de wraakingskamer gezegd: ja. Dat kan zo zijn hè, dat je het met die uh, beslissing niet eens bent, maar daar spreekt geen partijdigheid van de rechters uit. Dus om die reden is de wraaking afgewezen.